We hebben het over geschiedenis. En jij hebt de geschiedenis van Zwarte Piet kort in beeld gebracht. Ja, heel kort. En ik moet zeggen, ik heb hierbij gebruik gemaakt van het boek Dutch Racism. Dat mocht ik redigeren samen met Philomena Esset. Een prachtige ervaring. En ik heb veel gebruik gemaakt van één artikel van een kunsthistorica. Die eens even terug ging kijken naar waar komt dat beeld van Zwarte Piet in de schilderkunst in Nederland nu eigenlijk vandaan. Ik vind dit... Ik wil eigenlijk drie fases uitlichten van die hele verbeelding. Komt uit haar artikel, Rebecca Brienen, Amerikaanse. Ik vind het een prachtig, ik ben dol op dit beeld van Sinterklaas. Ik weet niet of iedereen het goed kan zien, maar Sinterklaas is die griezelige vent daar op dat witte paard. Die aan het inrammen is op die jongetjes die aan het grabbelen zijn. een griezel. Wat ik hier nu zo interessant vind, er is nog geen zwarte knecht. Maar wat je wel ziet is dat Sinterklaas een lollige tegenhanger moet hebben. En eigenlijk zien we hier al een oplossing in de vroege 18e eeuw waar we naartoe zouden kunnen gaan. Je ziet daar aan de linkerkant die commedia dell'arte figuren. Ja. En dat is in feite de lollige tegenhanger van Sinterklaas. Gemaskerd, onherkenbaar, maar uit een heel andere beeldtraditie. Er zit onder die... Commedia dell'arte figuren, zie je een jongetje in een Zwarte Piet kostuum, zouden wij nu zeggen. Het is een wit jongetje. Dus je had nog niet, het is de eerste fase van die verbeelding. Je had iets longs nodig, was nog niet geracialiseerd. Dan fast forward, dan zien we hier, helft van de 19e eeuw. Dan zien we dat de helper van Sinterklaas in Nederland en België Afrikaans wordt. Heel interessant. Ik heb die tekst hier van... onder meer ook aan Nerevin Pieters heb ik ontleend, maar ook aan Rebecca Brienen. Heel interessant, waarom Afrikaans? Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat dit de tijd is waarin gesproken wordt in Nederland over de afschaffing van slavernij. Elders is die al afgeschaft. Dus er is enorm veel discussie over Afrikanen. Mensen van die tijd herkenden Zwarte Piet als Afrikaan. Dat is de tweede stap. Zwarte Piet werd zwart, werd Afrikaans. Krijgt echt duidelijk, dat zit geen schoorsteen. Verhaal meer achter. In Germaanse traditie nog wel. Derde fase. Zwarte Piet wordt een karikatuur. Dit is 1900. Het is 50 jaar voorbij gegaan. Hier hebben we de karikatuur waar we vandaag de dag nog steeds mee zitten. Het is niet meer een Afrikaan. Karikatuur van een Afrikaan. Rode lippen, grote rollende ogen. Waar heeft het mee te maken? Natuurlijk met het feit dat de rassentheorie midden... 19e eeuw wordt echt een racistische theorie waarbij zwarte mensen als een ander minderwaardig ras worden gezien. In die periode tussen 1850 en 1900, eerste gedeelte van een buitengewoon racistische eeuw, worden die racistische denkbeelden steeds sterker, steeds verhard. Waarom? Dat is natuurlijk een agressieve reactie op het afschaffen van de slavernij en de emancipatie van Afrikanen en Afro-Caribische mensen. Dus een witte agressieve reactie daarop, een backlash. Dat is de theoretische kant ervan. Dat is doorgegaan tot midden van de 20e eeuw, pas in de jaren 60, met Civil Rights Movement bijvoorbeeld, met decolonisatie, komt er een keer in. Maar dat is de verklaring waarom dat beeld zo racistisch is geworden. Waarom je die racistische karikatuur hebt. Dat is een witte, agressieve reactie die niet wil dat er gelijkheid en emancipatie komt. Daar komt ons beeld vandaan. Het Amerikaanse voorbeeld van de blackface-traditie... herken maar, Zwarte Piet komt regelrecht in diezelfde traditie geplaatst worden. Interessant om te weten is inderdaad deze minstrel shows waren echt expliciet ook bedoeld om Afrikaanse Amerikanen die zich aan het emanciperen waren, juist als ze ook de sociale ladder beklommen, om die bespottelijk te maken. Te laten zien van, jij komt toch niet verder. Dus weer een expliciet racistisch witte boodschap. Nou, daar zitten we nog steeds mee. Dit is Collie Walk beeld. In Europa ook. In Nederland ook. En we zien hier 1928, buitengewoon racistisch decennium, wat na de Tweede Wereldoorlog toegaat, is de karikatuur genaturaliseerd. Dit is nog steeds de Zwarte Piet waar we mee zitten. Dus ik vond dit buitengewoon verhelderend. Ik ben heel blij dat ik dat boek heb mogen redigeren. Ja. Ik vond het heel duidelijk. Als je die drie fases ziet, de context daarvan, gewoon heel goed om te weten. Ja. Dat is de kennis die alle Nederlanders zouden moeten meekrijgen. Ja. Goed, dankjewel voor deze kennis. Dan ga ik naar de